Mijn naam is Connie Pieters en ik heb het geregisseerd en het idee is ook van mij en liedjes zijn natuurlijk van allemaal andere mensen, maar ik heb wel de kleine scènetjes geschreven. Ja. Waar gaat dit toneelstuk precies over? Nou, het is geen toneelstuk, het is eigenlijk meer een revue. Hè? En de revue dat bestond echt uit sketches om te lachen en grote danstoestanden. Maar ja, dat kan je wat moeilijk doen met de wat oudere Rotterdammer. En het is een revue en het duurt ongeveer 50 minuten. Echt geschreven voor oudere Rotterdammers die kunnen meezingen en die dingen herkennen uit de jaren 40, 50 en begin jaren 60. En het is de bedoeling dat we na vandaag langs woonzorgcentra gaan en hem daar gaan spelen voor de mensen. Gezien hoe het publiek reageert, ze zitten mee te zingen, het is het feest van de herkenning. En daar doe je het dan toch ook eigenlijk voor. Want daar gaat het om, dat oudere mensen gewoon ook eens een keer amusement krijgen wat op hen gericht is. En niet alleen de dingen voor mensen tot 40 jaar. Dat was ook een beetje het idee wat er bij mij achter zat. Als hart een eindje met zo'n zomerweer. Hoe vond u deze voorstelling? Ja, geweldig. Ik had zoiets niet verwacht hoor. Nee, ik ging naartoe met alle dingen over Rotterdam. Het sloeg alles, echt waar. Ik ben Ali Siankali, de gevaarlijke vrouw van Rotterdam. En hoe kon... Mijn baan, ja. Je kan ze meebrullen. Je hebt jaren geleden dat je het... Het komt ineens weer, je weet het, ja, het ging gewoon, ja. Ik ben Ali, Siankali, de gevaarlijke vrouw van Rotterdam. Ik kijk me eerst fijn te gaan, op de lijnbaan. Ik zet iedereen in vuur en vlam. Ja, wat vond u van deze voorstelling? Heel leuk. En zeker voor de ouderen die toch stukjes geschiedenis herkenden. En ook hoe ze vroeger geleefd hebben, vlak na de oorlog. En toch een beetje ook herinnering ophalen. En u kon echt alle liedjes die er gezongen werden? Echt waar. Ja. Ja, ja, inderdaad. Ik ben 88. Nou, je brult gewoon mee. Ja, zo is het. Dat is allemaal. Terwijl ik pad van 1948 ben, hè? Maar ik heb ze ook van horen. Dus zodoende. Zou u dit aanraden aan andere mensen die in de zorg zelf vinden? Of? Ja, dat denk ik wel, ja. Het zou leuk zijn, want dan zouden de mensen onder elkaar ook een beetje hechtere band krijgen. Want die hebt dat meegemaakt en die hebt dat meegemaakt. Want ze begon ook over oude Rutex. Nou, dat was een verzamelplaats van de Rotterdammers, dat weet iedereen. Dus. Hoe moet je dit boeken en waar? Je kan het boeken bij Pluspunt. En Pluspunt is bij een heleboel instellingen bekend. Dat is een expertisecentrum voor ouderen, die doen hele leuke dingen. En dan moet je naar Willy Hilver daar vragen, want die doet de boekingen en de hele administratie voor ons. Thank you.